in een gezellig slootje. Niemand om ons heen, jij en ik alleen, 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 alleen. Hallo allemaal en welkom bij ons nieuwe vlog. Nou, we zijn weer aan het klussen. En wat hebben we onder andere gedaan? Nou, dit is het luik. En dit luik zit op het zwemplateau, boven de vuilwatertank. En ja, daar staan wij op als wij aan het douchen zijn. Dat was behoorlijk glad. Dus we hebben er een anti-slippoeder van Epifanus hebben erop gedaan. En ik kan er nog niet op gaan, maar het is wel mooi ruw. Dus dan glijden we niet uit tijdens het douchen. Moet nog één laklaagje overheen trouwens, want zoals je ziet schijnt het nog een beetje door. Maar dat komt helemaal goed. Wat ik vandaag ook ga doen is het RVS reinigen en poetsen. Vorig jaar heeft Barry onder andere deze zwemtrap van RVS gemaakt. Met deze houder, zoals je ziet, kan die zwemtrap, die kan eraf. En die zetten we dan hierop, zodat je lekker makkelijk in en uit het water kan. Nou, hier zit het luik. Wat ik je net liet zien. Waarop het dus staat als we aan het douchen zijn. Maar nu eerst het RVS gaan poetsen. Waar doe ik dat mee? Met HG. Ik ga het eerst reinigen. Het RVS reiniger. En dan met HG RVS beschermer. Dan gaat het mooi glanzen. En de waterdruppels, die blijven dan ook niet aan het RVS zitten. Dat je van die lelijke vlekken krijgt. Dus tip als je RVS op de boot hebt. De vloer is overal gelegd. Behalve in de achterkajuit. Dat hadden we nog niet gedaan. Dus Barry heeft mallen weer gemaakt van papier. En dat vloertje zit er nu ook in. Dus dat ziet er ook weer super strak uit. En nogmaals, we zijn heel benieuwd hoe die vloer zich houdt. Barry gaat vandaag de brandstoftank schoonmaken. En die is op dit moment de brandstoftank aan het openen. Daar zit hij dus onder. Even kijken of we dat een beetje in beeld kunnen brengen. Nou, ik film nu in de achterkajuit. Dat is handiger, dan kun je het beter zien. De achterkajuit zijn eigenlijk twee slaapplekken. Tegen het eind zeg maar lig je dan met je voeten. Nou, wij zijn met z'n tweeën, dus we hebben die slaapplekken niet nodig. Dus wij gebruiken dat als opbergruimte. En dat is ideaal. Nou, de schoenen zijn er nog niet allemaal uit. Wordt vervolgd. Onvoorstelbaar hoeveel rommel er in de tank zit na 1 jaar eigenlijk. Ik weet niet of het te zien is op de film, maar onderin zie je hoeveel zwarte troep. Nou, pompen maar. Paul is er uiteraard ook weer bij.
Die moet altijd overal bij zijn, uiteraard. Steun en toeverlaat, hè Bo? En nu denk je natuurlijk, hoe gaan wij dat eruit halen? Nou, zo dus. Met een brandstofpompje. In een jerrycan. De slang van de brandstofpomp die was kort, zodat we het in een kleine jerrycan konden doen. Nou, dat ging ons eigenlijk niet snel genoeg. Dus, wat doen we nu? Dit is een vacuumpomp. En zoals je ziet, gaat dit veel sneller. En er kan 7 liter in. En Barry, wat doen we nog meer met die vacuumpomp? Motorolie verversen. Bij de kattenplug kun je bijna niet bijkomen. Dus laat de motor lekker warm draaien. En dan steken we die slang door de pijlstokopening onder in de katten. En dan trek je in één keer de olie uit het blok. Super handig. Ja. Tot zover de vacuumpomp. Nou, de brandstoftank die is leeg. En zoals je ziet, er zit er best veel rommel in. Barry gaat met papieren doeken, zeg maar. Gaat hij alles eerst droog maken. En dan gaat hij met tinner de tank schoonmaken. En dan is het klaar. Dan kan de deksel er weer op. Het is zondagmiddag en het is lekker weer. Dus perfect om even de doeken schoon te maken. Nou, die zitten nu nog onder het stof. En zowel het blauwe als het doorzichtige doek gaan we schoonmaken. Het blauwe, dat doe ik hiermee. Met een soort waterproof spray. Is speciaal voor doek, voor alle soorten doeken. Ik moet het eerst eventjes doek even schoonmaken. Heel even laten drogen, want je kunt het ook op vochtig doek aanbrengen. Maar het lijkt me toch beter dat het droog is. Nou, en dan is het weer waterproof en netjes. Blijft ook elastisch. En daarna gaan we het plastic schoonmaken met Fuplex. Hadden wij vorig jaar een filmpje over gezien. En volgens mij was dat op YouTube. En toen hadden we zoiets van, nou, laten we eens proberen. En dan hebben we vorig jaar dit cel ook helemaal mee schoongemaakt. Nou, en het was gewoon echt, je zag eigenlijk bijna niet meer dat de cel in zat. Dus daar gaan we nu mee aan de slag. Nou, ik ben dus nu bezig met het Fuplex. En zoals je ziet krijg je een beetje een wittige waas krijg je erop. En dan moet je het gewoon met een microvezel doekje uitpoetsen. Ik zeg, het lijkt altijd op een pletje waarmee je het hout doet, zeg maar. Eens inspuiten en dan lekker uitpoetsen. Ik laat jullie zo het resultaat zien. Kijk, dat Fuplex. Het is gewoon super schoon plastic. Ja, echt topspul. Het voordeel hiervan ook is dat de waterdrupjes die lekken eraf, zeg maar. Eigenlijk net als je auto hebt gewassen met een waxprogramma of wax erna. Ja, dit is eigenlijk precies zo. En super schoon. Even het brandstofffilter vervangen. Even
even een dakje eronder houden. Lekt natuurlijk altijd het gas olie uit. En dat gesmeer moeten we natuurlijk niet hebben. Nee. Oh, ik hoor het gaan. En daar is die. Nou, dag hard werken. Dat zijn wij bij Loetje in Enschede. Dat is een heerlijke Pornstar Martini. En een lekker biertje. En we hebben net het gerecht besteld. Dus proost, schat. Cheers. Nou, het hoofdgerecht is gearriveerd. Loetje. Ik heb... de normale. En Barry heeft de XXL. Lekker wit brood. Kunnen we lekker dippen in de jus. En patatjes met mayo. Smakelijk. In een gezellig slootje. Niemand allemaal.